Weer was het afgelopen weekend raak. Een automobilist veroorzaakt een zwaar ongeluk en gaat er daarna vandoor. Het slachtoffer, een fietsende vrouw, bleef in kritieke toestand achter op straat. Steeds vaker is het in het nieuws. Veroorzakers van ernstige ongelukken die zich niet om het slachtoffer bekommeren, maar doorrijden. Zometeen meer daarover, maar eerst eventjes terug naar dat ongeluk van dit weekend. De zwaargewonde vrouw is nu buiten levensgevaar, maar werd hier zaterdagavond geraakt. Gebeurde 's avonds laat op de Eisenhowerlaan in Eindhoven. Een uur na het ongeluk werd op de Bosdijk, een paar kilometer verderop, de auto van de doorrijder gevonden. Flink beschadigd. Gisteren meldde een man zich bij de politie. Hij heeft geen vast woonadres. We gaan nu kijken wat er precies gebeurd is en wat zijn rol precies is geweest. En voorlopig hebben we nog genoeg reden om die man vast te houden. Het onderzoek is in volle gang. We zijn onder andere bezig met het veiligstellen van camerabeelden. Die beelden worden geanalyseerd en we gaan kijken of daar iets op te zien is. Het gaat onder meer om beelden die in de omgeving gemaakt zijn. En was er alcohol in het spel? Al die zaken die worden natuurlijk meegenomen in het onderzoek. We gaan kijken of hij alcohol heeft genuttigd voorafgaand aan het ongeluk. Daar is nog geen duidelijkheid over. Ja, dat doorrijden na een ongeluk waarbij iemand gewond raakt, dat gebeurt in heel Nederland zo'n 3 keer per dag. Ik praat erover door met Bert Kabel, verkeersadvocaat uit Eindhoven. Even voor de duidelijkheid, u heeft niks met deze zaak te maken klopt. In Eindhoven. Laat dat even helder zijn. Ja. Waarom doen mensen dat, denkt u, doorrijden na een ongeluk? Er kunnen 3 redenen voor zijn. De eerste reden is dat mensen in paniek zijn en denken, hoe help, wat moet ik nu? En die rijden door. De tweede groep is mensen die wat te verbergen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze onder invloed van alcohol zijn of drugs of iets anders. En de derde groep zijn mensen die het niet door hebben gehad. En die groep is het kleinst. Ja, het is steeds vaker in het nieuws, lijkt het wel, hè? Ja, het is steeds vaker in het nieuws, maar het gebeurt al geruime tijd. Dus het is ook al 10 jaar geleden, zag je het ook al voorkomen. Ja. Oké. Ik praat zo met u verder. We hebben even een overzicht gemaakt met een aantal doorrijzaken van afgelopen jaar. In de nieuwjaarsnacht wordt in Os een fietser aangereden. De vrouw overleeft het niet. De bestuurder van de auto gaat er met hoge snelheid vandoor. Maar hij verliest zijn kentekenplaat, waardoor hij snel kan worden opgepakt. Een automobilist veroorzaakt een ongeluk op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Meerdere mensen raken gewond. De vrouw rijdt door. Ze meldt zich een paar uur later bij de politie en zegt dat ze niks van de chaos gemerkt heeft. In Oosterhout worden 3 mensen geschept door een auto. 2 van hen raken gewond. De bestuurder van de auto rijdt door, maar meldt zich later op het politiebureau. In Breda wordt een man geschept op een zebrapad. Ook deze automobilist rijdt door en laat het slachtoffer zwaargewond achter op straat. De politie is nog naar hem op zoek. Een man raakt in het dorpje Zeeland zwaargewond als hij zijn kinderen probeert te beschermen tegen een auto die hard aankomt rijden. De automobilist rijdt door, maar wordt later opgepakt. Hij had te veel gedronken. Afgelopen nieuwjaarsnacht wordt opnieuw een vrouw aangereden in Os. Ze is bezig met opruimen van vuurwerk als een bestelbus haar aanrijdt en doorrijdt. De vader van het slachtoffer heeft €1000 uitgeloofd voor de tip die leidt naar de aanhouding van de dader. Ja, flink wat voorbeelden. Wat staat er eigenlijk in de wet over doorrijden na een ongeluk? In de wet staat dat doorrijden na een ongeluk strafbaar is uiteraard. En dat gaat erom dat er materiële schade is, ofwel letsel dan wel overlijden. En dan is het is strafbaar. En dat is een misdrijf. Is het altijd strafbaar? Het is niet altijd strafbaar. Als iemand zich binnen 12 uur na het veroorzaken van het ongeval meldt, dan is het niet strafbaar. Maar stel je hebt gedronken, je denkt ik geef toch maar eventjes gas en laat iemand achter. Dan kan het zo zijn dat iemand daar misschien mee wegkomt. Omdat de alcohol, het promillage is veranderd na een aantal uur. Nou, daarmee wegkomen geloof ik niet zozeer. Want een rechter zal ook meewegen dat iemand wel vertrokken is in eerste instantie. Dus ik verwacht niet dat dat in positieve zin zal meewegen voor iemand. Maar het is wel juist dat het alcoholpromillage dan lager kan zijn. Dat je kunt ook zeggen, ik heb thuis gedronken, ik heb helemaal niet gereden of er is niks gebeurd verder. Dat zou je kunnen zeggen, dat zou een verweer kunnen zijn. Maar ik zou het niet aanraden als iemand dat op dat moment zegt. Want een rechter zal wel meewegen dat iemand vertrokken is. Ja. Heel overzicht hebben we net gezien. Is er iets tegen te doen, denkt u? Nee, dat is hetzelfde discussie die je hebt eigenlijk met het veroorzaken van het ongeval op zich. Ook die zaken komen veel voor. Die zagen we ook in het filmpje zo net. Het probleem is dat het voorkomt. Tegen het doorrijden na ongeluk op zich kun je weinig doen. Er moet besef komen bij mensen dat dat niet moet en dat je moet blijven. Als je dat niet doet, dan kun je daarvoor gestraft worden. Ja, wat zijn dat eigenlijk voor zaken voor u? Zijn dat lastige zaken als u een doorrijder moet verdedigen? Of?
Dat hangt er vanaf wat voor soort zaak het is. Kijk, je hebt natuurlijk de lichte gevallen waarbij alleen materiële schade is. Maar je hebt ook de zware gevallen waarbij er bijvoorbeeld ernstig letsel is of iemand komt te overlijden. Uiteraard is dat lastig, want je vraagt je natuurlijk ook af waarom is iemand doorgereden naar dat ongeluk. Heeft dat te maken met het feit dat iemand in paniek was? Of is het zo dat iemand wat te verbergen heeft gehad? Ja, okay. Rondom deze zaak in Eindhoven van afgelopen weekend is natuurlijk nog vrij veel onduidelijk. Ja, 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 okay. Klopt. Ja. Dank in ieder geval voor de toelichting op dit moment. Ja.